Ken jij een bekende e-sporter? Een e-sporter? Een? Wat voor sporter? Bestaan er e-sporters? E-sporter? Nee. Maar e-sport is wat mij betreft ook geen sport. Als je je gamende kind beter begrijpt, kun je makkelijker afspraken maken. Vodafone presents All in the Game. Game-expert en coach Koen Schobbers over professioneel gamen. Ja, e-sports is een competitief gamen, vaak op hoog niveau tegen anderen of voor publiek, om geldprijzen en hardware. En e-sports heeft verschillende games. En die verschillende games kan je vergelijken met elk een sport. Dus game A is turnen, game B is voetbal, game C is hockey. Het is echt een eigen specialisme. Er kijken zo'n 380, 400 miljoen mensen naar e-sports wereldwijd. Dat kan je bekijken op YouTube, op Twitch, zelfs op Facebook. En zo was er in Beijing, in een Olympisch stadion, een finale van een toernooi waar 40.000 mensen live keken naast de miljoenen online. De game-industrie is 3 keer groter dan de filmindustrie en 15 keer groter dan de muziekindustrie. Dus dat laat wel zien hoe groot het is. Een e-sporter die verdient zijn geld met een contract en sponsorships vanuit het team en prijzengelden. Waar een streamer, een vlogger, YouTuber, die verdient zijn geld met het maken van content. Dus het zijn ook echt 2 verschillende beroepen. Een e-sporter kan van een paar honderd euro verdienen tot duizenden, tot tonnen of miljoenen. Je begint eigenlijk met een part-time baan, waar je misschien niet eens geld verdient bij een e-sportsteam. Vervolgens ga je naar kleine bedragen, die worden steeds hoger. En als je dan uiteindelijk bij de wereldtop komt, dan leef je heel vaak in gaminghuizen met coaches, analisten en heb je een heel gevarieerd dagschema. Wil je als ouder e-sports van dichtbij meemaken? Ga dan eens samen met je kind naar een e-sports evenement.